Weet je dat ik dit eerst eigenlijk nooit durfde te doen? Maar nu kan ik het. Ik word er vrolijk van. Onze sushi is gearriveerd. En dit is de uiteindelijke outfit geworden. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag mogen jullie via Instagram bepalen hoe mijn dag eruit gaat zien. Ik heb dit al eerder gedaan, maar dat was 5 maanden geleden. En op dat moment had ik de hele dag vrijgehouden om van alles en nog wat te doen. Alleen vandaag is dat niet het geval. Ik heb namelijk wat dingen in de planning staan. Dus dat maakt het voor mij in ieder geval extra leuk. Gisteravond heb ik al een aantal dingen in mijn Instagram story gezet. Zodat ik jullie de tijd kon geven om te bepalen wat mijn keuze wordt. Dus zoals jullie kunnen zien heb ik mijn make-up al gedaan. Maar zit ik nog in mijn slaapoutfit. Dus ik ben benieuwd wat voor outfit jullie voor mij voor deze dag hebben gekozen. Dit waren de 2 keuzes waar jullie uit konden kiezen. Een pantalon of een strakke skinny jeans. En de meerderheid heeft gekozen voor de pantalon. Daar ben ik wel heel erg blij om. Want ik moet jullie eerlijk toegeven dat ik niet zoveel zin had in een strakke skinny jeans. Want ik hou echt van pantalons, want ze zitten best wel comfortabel. Dit is de outfit die jullie gekozen hebben. Dit topje is van de Bershka. De pantalon is van de Zeeman. Misschien herkennen jullie deze wel van een andere video. En ik heb nog geen schoenen aan. Ik heb nu nog even mijn slippertjes. Ik denk dat ik gewoon witte sneakers hieronder aan ga doen. Maar dit zal mijn outfit voor vandaag zijn. En nu wordt het tijd om mijn haar te doen. Soms krul ik mijn haar, zodat het uiteindelijk een slag heeft. En soms stijl ik mijn haar, want ik heb gisteravond mijn haar gewassen en nu ziet het er zo uit. En dat vind ik niet zo fijn. Dus even kijken naar de stemmen. 52% heeft voor slag gekozen. Dus dan wordt het tijd om mijn haar maar te gaan krullen. Ik gebruik echt al best wel lang dezelfde krultang. Dit krultang is van het merk T3. En ik heb verschillende opzetstukken, maar ik gebruik voornamelijk deze. Het leuke is dat ik over een half uurtje weg moet. Oh shit. En nu wordt het tijd voor ontbijt. Ik had aan jullie gevraagd of ik pancakes of een broodje ei moet eten vandaag. Want gisteren hadden we in de avond pannenkoeken gegeten en we hebben nog wat beslag over. Dus dat leek me wel een goede optie. En ik ben blij, want 80% heeft voor pancakes gekozen. Dus ik ga pannenkoeken maken. Weet je dat ik dit eerst eigenlijk nooit durfde te doen? Maar nu kan ik het! Nou, ik heb mijn pancakes hoor! Nu de grote test of het nog lekker smaakt. Ik sta nu op het punt om naar mijn afspraak te gaan. Alleen, ik moet er natuurlijk wel met een vervoersmiddel naartoe. En aan jullie de keus wat voor vervoersmiddel dat wel niet mag zijn. Jullie konden kiezen tussen tram en fiets. En de meerderheid heeft op dit moment voor fiets gekozen. Eigenlijk had ik wel zin om met het OV te gaan. Want ik heb toch gratis OV. Omdat ik een student ben. Maar dan moet ik mij met de fiets pakken. Wat ook niet erg is. Want mijn afspraak is maar 10 minuutjes van mij vandaan, dus ik ben er zo. Ik zie er een beetje verwaaid uit, want ik kom net van de fiets. Ik heb net een afspraak gehad en 5 minuten geleden heb ik weer een nieuwe poll geplaatst. Namelijk of ik thuis aan mijn huiswerk moet
zitten of in een koffietentje. Nu heeft al 76% gestemd op koffietent. Dus daar ga ik zo heen. Ik denk dat de meerderheid wel daarop blijft staan. Dus ik ga mijn laptop en mijn andere spullen maar pakken. En dan ga ik naar een koffietentje. Het is op dit moment trouwens 10:30. En ik heb om 1 uur met Chanel afgesproken. Dus ik heb nog wel eventjes de tijd om aan school te zitten. Ik ben nu onderweg naar het koffietentje. En de meerderheid heeft al op koffie gestemd. Dus dat betekent dat ik koffie moet halen. Ben ik ook alweer thuis. En het was best wel druk in het koffietentje. Ik heb daar zelf niet echt gevlogd omdat het echt best wel rumoerig was. Maar volgens mij de eigenaar, die herkende me. Want niet zo lang geleden zat ik daar ook aan school te werken. Dus hij zei zo van, ben je weer huiswerk aan het maken? Ik zei ja. En toen zei ik tegen de medewerkers dat ze mij best wel vaak kunnen verwachten daar. Dus ik denk dat mijn standaard koffietentje wordt. Ik ga straks met Chanel afspreken en we gaan lunchen. En jullie konden bepalen, even mijn telefoon pakken, of wij naar een saladebar gaan of dat wij een salade moeten halen bij de Albert Heijn en dat we dan bijvoorbeeld aan een gracht gaan zitten eten. Wij wilden heel graag gezond doen, dus vandaar de salade opties. Oh, chill! 74% geeft aan dat we naar de saladebar moeten gaan, naar Sla. Terwijl ik even op de tram aan het wachten ben, heb ik een poll geplaatst met welke salade ik straks moet kiezen. Ik heb hier een huisgemaakte rode linzen, zoete aardappel, falafel salade of een Caesar salad. Ik ben benieuwd wat voor salade jullie voor mij kiezen. Nou jongens, jullie hebben gekozen. Het is een Caesar salad geworden. En mocht jij toevallig ook een Caesar salad hebben? Ik heb er nog een hele hoop vette kaas en zoete aardappel toegevoegd. Ach, ik heb gewoon de basic. Ik ben benieuwd of we het opkrijgen. Ik ook, waarschijnlijk echt niet. Nee. Ik heb aan mijn volgers gevraagd of wij naar de Action moeten gaan. En de meerderheid zei ja, 91%. Dus dat betekent dat we nu naar de Action gaan lopen. Ik heb zin in. Ik moest toevallig nog spulletjes halen bij Action. Het komt helemaal goed uit. Ja, ik hoef niet per se iets, maar wie weet score ik wat leuk. Oh, pepernoten. Nee, ik ga dit niet halen. Sorry, dit ga ik niet halen. Typisch. Seriously? Voor jou. Hoe voelt van ons erin? Het is echt schattig, maar ik heb al zoveel lijstjes. Cute. In het hartje is die ook wel echt leuk. Ja, eigenlijk vind ik dit wel echt leuk. Maar ook weer echt super cheesy, snap je? Maar het is wel cute. Ja, en ze zijn bijna uitverkocht. Deze vind ik ook mooi. Of het hartje. Ik denk dat ik ga voor het hartje. Zal ik er ook in halen? Love it. Ja, cute. Ik denk dat ik deze ga halen. Oké, ga deze halen. Ik heb echt een zwakte voor decoratie items. Ik heb echt de neiging om deze te kopen. Alleen ik heb het niet nodig. No way. Ze hebben al kerstspullen. Het is gewoon nog. Mijn mond is er van open gevallen. Ik wil het. Ik wil het allemaal. Wat? Die is nice. Maar is dat een lamp die je aan een ding moet draaien? Ja. Nice. Ik heb alleen niks om het op te doen. Nice. Ik heb een obsessie met deze huisjes. Ik heb er al 4. Allemaal verschillende. Die is cute. Ik wil zo iemand zijn die zo'n tafel is, een huisje met zo'n heel fucking kerstdorp. Oh my god. Top. Daar heb je ook allemaal dingen. Oké, laat hieronder in de reacties achter als je wil dat ik binnenkort al een kerstshoplog doe. Want ik heb echt de neiging om van alles er nog wat te kopen. En nu is alles er nog. Als je te laat bent met kerstspullen inkopen, dan... Mijn pro tip is na kerst alles kopen. Is alles 50% korting. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat ik het jaar daarna niet meer leuk vind. Maar oké. Maar nu is alles nog in de winkel. En als je te laat bent, is waarschijnlijk alles al uitverkocht. Dus ik word er echt vrolijk van. We zijn nu eventjes bij mij thuis en straks gaan we shooten. Voor dit avontuur kunnen jullie helaas niks bepalen, want we gaan gewoon een beetje random rondlopen. En we hebben net Polaroid foto's gemaakt, wat super
schattig is. Dit is er één van. En nummer 2 is daar. Janou en ik moeten natuurlijk vanavond eten. En wij zijn een klein beetje verslaafd aan sushi. Dus we hebben de keuze aan jullie niet zo moeilijk gemaakt. Wow. Ook ja. Naast aan Sirikelex. Ja. Heeft dit hard. We lopen al de hele avond dit pakje hier. Ja, nou voornamelijk dit kind hier. Maar hey, maakt niks uit, het is lekker. Maar laten we even kijken wat de keuzes waren en wat de keuze is geworden. Jullie konden kiezen of, hallo, mooi, sushi halen, de sushito halen, of sushi bestellen. En de meerderheid op dit moment is 78%, heeft op sushi bestellen gekozen. En daar zijn we heel erg blij om, want we hoeven de deur niet uit. Onze sushi is gearriveerd. Dit heeft Janou besteld. Deze heb ik besteld en dit heeft Janou besteld. En dat is mijn box. Nou, het ziet er goed uit. Amazing. Wanneer was de laatste keer dat je sushi had gegeten? 2 dagen geleden of zo. Ik ook zoiets. Ik ga morgen weer sushi eten. Ja, ik dus maandag en woensdag ook weer. Dus ik, dat is gewoon heftig. Het houdt niet op. Ik heb een keer in 1 week 6 keer sushi gegeten. Ja, maar het moet kunnen. Ik eet het ook wel eens als ontbijt. Ja, ik ook. Als ik bijvoorbeeld heb besteld en ik heb te veel over. Ja, de volgende dag. Ja, why not? Dat is beter dan weggooien. Is gewoon chill. Ja. I'm too excited for you. Oké, wat is op dit moment jouw favoriete sushi? California. Oh, bij mij is het nu crispy geworden in plaats van California. Ik heb vroeger California nooit zo speciaal gevonden. Mm-hmm. Maar het is echt zo lekker fris gewoon. That I really love it right now. Mm. Dit voelt zo goed. Jullie mochten voor een deel bepalen wat mijn outfit voor vanavond wordt. Jullie konden dus een witte top en een zwarte top kiezen. En het loopt gelijk, wat echt vervelend is. Dus ja, ik mag zelf de keuze gaan maken. En dit is de uiteindelijke outfit geworden. Ik heb wel last van een extreme voet, baby. Maar ja, die bedekken we door middel van dit te doen. Maar ik vind het een heel leuk pakje. Het pakje is van Alistair. Ik heb het dus gecombineerd met een crop top, wat op dit moment niet echt heel praktisch is met mijn food baby wil ik zijn, maar ik vind het wel leuk. En dan heb ik gewoon een simpele sneaker. Janou en ik zijn nu onderweg naar de Lancôme event. Wat vinden jullie van mijn oogschaduw? Ik heb groen en roze en paars. Crazy, maar leuk. Ja, nu heb ik eigenlijk geen pols meer. Wat wil ik zeggen? Op dit moment heb ik geen pols meer staan. Dus jullie kunnen niet meer bepalen hoe mijn dag gaat lopen. Maar we gaan wel gewoon samen met z'n allen de avond beleven. Want het is wel leuk om het nog wel vast te leggen. Oh, ja. Gaat goed, gaat goed. Maar ik ben blij met mijn outfit. Ik vind het echt heerlijk. Gaat het goed? Ja, ik moet slikken, maar moet jij stikken, ja of nee? Laat me even. Als mensheid ben je geëvalueerd, hè? En vervolgens stik je je eigen speeksel. Dat je denkt. Oké. Maar we lopen dus nu naar de locatie. Het zou om 7 uur beginnen. Op de uitnodiging stond ook echt van je moet om 7 uur er zijn. En we zijn er echt al 20 minuten van tevoren. Ja, we gaan eerst maar even naar de wc. Want ik moet ook naar de wc. Het heet Coucou Lancôme. Dries heeft het vorige keer uitgelegd. Dus een coucou in het Frans is een koekoeksklok. Maar het is ook een woordje om hallo te zeggen in Parijs. Bij Lancôme. We hebben ook een goodie bag. Nou, ik heb een goodie doos gekregen met leuke dingen erin. Ik heb hem nog niet eens geopend. Ik ga het aan mijn oma geven. Ja, volgens mij zitten 2 parfums zouden ze erin. Het idee is dat je moet delen. Ja, dat je heel schattig zelf houdt en eentje weggeeft aan iemand waar je mee diegene heel blij kan maken. Dat wilde zeggen. Dat was ook weer de quote. Ja, you're happy. Who are you going to make happy today? Dat. En ik weet nog niet wie ik blij maak, maar ik maak sowieso iemand blij met. Ja, hiermee wil ik ook deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
om deels van mijn dag uit te maken. Want ja, ik mocht voor een deel de dag bepalen. Ik vond het super leuk dat ik vandaag de dag met jou mocht spenderen. Ja, ik vond het ook gezellig. En wij gaan nu naar huis. Dus hierbij, bedankt voor het kijken. Naar bed. En tot de volgende keer. Doei! Doei.